Blikjes worden gekreusd. Na onze eerste dag te hebben gewandeld, zijn we de tweede dag naar Albertville gegaan. Hier zijn we, hebben we een klein dorpje bezocht in de buurt van Albertville, wat zeg maar echt een middeleeuws dorp was. Hier was ook een museumpje, waar dus inderdaad de geschiedenis van het dorp hebben bekeken en ook de verschillende wapens die ze daarbij gebruikten. Ook stond er in dat dorpje nog een oude kerk die we hebben bezocht en eventjes natuurlijk een kijkje naar binnen hebben genomen. Als afsluiting van de dag zijn we in Beaufort, stadje dicht bij ons in de buurt van de camping, lekker gaan eten met z'n tweetjes en hebben we genoten van de Beaufortse kaas in een kaasfondue. De dag hierna was de dag waarop wij onze driedaagse wandeltocht beginnen. Hoi. Aangekomen bij deze mooie hut, gaan we lekker zitten, genieten van het watertje wat links naast ons lekker stroomt en natuurlijk van het prachtige uitzicht. Wanneer we binnenkijken, kom je via deze deur mooi naar binnen. Dan aan de linkerkant zijn de slaapvertrekken en onder de trap doorlopend zijn de keuken. Eerst even snel naar boven, gaan we even naar de slaapkamers. Hier is de slaapkamer aan de linkerkant en de slaapkamer aan de rechterkant voor ongeveer 8 personen each. En dan het buffet, dat zo gelegd wordt. Dan eindigen we de dag lekker met een potje kaarten die ik toevallig dit keer heb gewonnen. Onze tweede dag beginnen we om 7:30 ochtends, want dan staat het ontbijt klaar. Dus net iets daarvoor staan we op. Na het ontbijt poetsen we ons tanden in de ochtendzon die al mooi over de bergen heen schijnt. En rond 8:30 vertrekken we voor onze langste etappe van 15 kilometer richting onze volgende hut. Vanochtend zijn we helemaal van daarachter begonnen. Njoom, naar beneden. Hier zo omhoog. En nu voor het eerst uitzicht op de Mont Blanc.
Daar moeten we heen met de rode. Dat is daar 18. Wij hebben nieuwe vrienden opgedaan. Deze boys hier. Waar is de boer ook? Ja, die zijn er nieuw. Nee, we worden nu achtervolgd door geiten. Ja, en ze achtervolgen. En ze likken onze benen af, want dat is natuurlijk lekker zout. En we zijn gewoon een lopende zout stengel voor de laar. Lekker, lekker, lekker. Kom, kijk, altijd snel. Te pak! Maar ze eten voor die beesten. Ja, wij smaken naar zout. We zijn gewoon likstenen. Oei, dat is beschroevig. Hey. Oké, let's go. Heel gek. Denk je, na 6 uur gelopen te hebben, 14 kilometer te hebben gedaan, er bijna te zijn, zie je 1,5 kilometer, 40 minuten te gaan. Wat doet dat? Pijn. Dat doet pijn. Zoals mijn Achilles pees. Lekker aangekomen. Wij zijn lekker aangekomen bij ons toilet. Zal je kort meenemen? Dit is onze gele slaapzaal. Compleet voor ons, want het is rustig. Chill. Net lekker kunnen douchen. Dat is echt top. En dan kom je hier buiten. En dan heb je uitzicht op de Mont Blanc. Met de Mont Blanc als uitzicht. Dat is toch wel jammer. Straks lopen we hier aan de rechterzijde ergens naar beneden. Om deze punt heen. Terug naar het meertje waar de auto staat. De route van 11 kilometer. Even kijken. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Nou, daar staan we dan. Aan de kant van de weg. God weet waar. We stonden daar al zeg maar, om het hoekje iets omhoog. Dus we hebben achteruit gereden hier naartoe. In de hoop dat er niks in ons aanreed. En nu stonden we aan het kijken, maar we zijn er bang voor. We hebben het probleem gevonden. Vertel het me, Tom. Alles klopt. We hebben hier een monsieur draadje. Die moet hier op zitten. Waar het precies allemaal van is, God zal het weten. Maar in ieder geval, zonder dit loopt hij op 5 cilinders in het proces. En dan loopt hij dus gewoon niet. Met dit hier op, doet hij het gewoon weer zoals het hoort. Luister maar. Met me mee. Start meteen.